Bart en Prins! Zo, welkom allemaal bij deze nieuwe video. Nou, superleuk. We gaan weer een tekening maken in het Katukutu schetsboek. Ik bedoel, het Katukutu Bart en Trix schetsboek, hè. Hartstikke grappig. Nou, vorige keer had ik dus, zei ik dus dat op een of andere manier, het wordt een soort verhaal, hè. Dus de Trix en Bart, die bleven allemaal leuke dingen natuurlijk. Met een voorwerp. En dus dat was hartstikke leuk allemaal, maar nu had ik bedacht van, nu had ik opeens een heel erg leuk idee. Deze vormen die lijken ook op een soort druppels. En die druppels, die, dus nu gaan de Bart en Trix samen weer op een, die komen dus weer op één pagina dan. Hartstikke grappig. En die, dus die hebben dan een paraplu denk ik vast. En dan vallen dus al die druppels dus, deze dingen, die vallen dus naar beneden. Nou, dat is dus het idee. Hartstikke grappig. Dus ik ben reuze benieuwd hoe die wordt. Dus ik ga maar meteen beginnen. Nou, en start. Zo, nou, die is helemaal af. God, nou, dat is echt heel spannend geworden. Joh, ik had eerst gezegd dat ik druppels ging tekenen, maar dat zijn toch op een of andere manier een soort sterrendruppels-achtig, weet ik wat allemaal. Het is echt heel erg leuk. Ik ben benieuwd natuurlijk wat jullie ervan vinden.
maar dus de nabespreking. Nou, dat heb ik net al gezegd eigenlijk. Nee, maar grapje. In ieder geval, nou, dit is dus het voorwerp, hè. Dat voor de zoveelste keer. Volgende keer wordt het een ander, hoor. Maar deze, ik had opeens toch zo'n ontzettend leuk idee. En dat was namelijk dat ik dus druppels wilde tekenen. Nou, die druppels die zijn dus nu op een of andere manier dus een soort, lijkt wel herfst trouwens, bladeren. Maar die bladeren die zijn een soort sterren. Dus, en die sterren die vallen dan zo naar beneden. En Bart en Trix die houden dan een of andere, dat is een katakutu paraplu op. Want ik heb dus wel die kleuren van de katakutu genomen. En zij hebben ook die katakutu kleren aan. Dus rood en groen. Nou, hartstikke leuk allemaal. En ze zitten dus op een soort landschap en zo. Het is heel donker, dus het is een beetje een spannend plaatje geworden zo. Ik heb al eerder ook al zo'n plaatje gedaan. Ik zal ze even laten zien, even kijken waar die is. Nou, deze dus. Ook een soort licht komt op Bart en Trix. En is het ook een soort sterrenhemel. Die heb ik hier trouwens ook een beetje een soort, ja, de Melkweg. Nou, in ieder geval is het nu niet de Melkweg, maar een soort druppelachtige sterren. Bladeren Melkweg dan. Ja, het wordt echt steeds grappiger, het hele verhaal van Bart en Trix zo in het boek. En op een of andere manier ook best wel precies, maar dat geeft niet. Ik heb best wel een rommelig gedaan, dus niet te precies. Ik kan het natuurlijk heel strak en precies, hè, maar dat is een heel ander verhaal. Hè. Dat moet je maar eens bekijken waar ik dat allemaal heb gedaan. Ik bedoel met schilderijen en zo. Maar dat geeft allemaal niks. Dus dit is het schetsboek. Hè. Dus de schetsboek Bart en Trix. Katakutu schetsboek. Nou, mijn potjes en percelen en zo. Dus er zit af en toe wel een druppeltje of zo. Wat mis is gegaan. Maar dat mag allemaal in het schetsboek. En dus, nou ja, dat was dan de bespreking. Hartstikke leuk. Dus, en nu natuurlijk ben ik reuze benieuwd wat jullie ervan vinden. En geef even een duim omhoog. En abonneren, dat kan natuurlijk ook altijd. En dan zie ik jullie graag weer terug bij de volgende video. Nou, doei! Thank you.